Yo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. Vandaag neem ik jullie de hele dag mee op stal. Ik ga laten zien wat ik nu allemaal aan het oefenen ben met George. Wil je dat zien? Blijf kijken. Oké, zoals jullie zien heb ik een nieuwe trui aan. Hij is super cool. Jullie hebben hem al vaker gezien en gevraagd wanneer is hij te koop, wanneer kunnen we hem ook bestellen. Nou, hij staat in de webshop en hij is super cool en hij zit heel lekker, want aan de binnenkant heb je dus echt heel lekker zacht spul. Hij zit heel lekker en hij is super leuk en alles kan er ook bij, want ik heb nu rode laarzen aan, maar je kan er ook zwarte laarzen mee bij aantrekken. Blauw, paars, geel. Alles kan erbij, omdat alle kleuren erin zitten. En ik vind hem echt heel mooi en je wordt er heel vrolijk van. Dus de unicorn trui is vanaf nu op onze webshop te bestellen. www.paardenpraat.tv/webshop. Ik zou zeggen, laten we de dag beginnen. Let's go! Hey! Oké, jongens, George is zoals gewoonlijk weer lekker smerig. Heb je al weer zin om overal in te bijten? Heb je al lekker zin om te spelen? Nou, kijk, we gaan vandaag dus rijden op George. En George, je wilt echt weer de hele tijd in mijn jas bijten en in je halster. Bijt maar in je halster. We gaan vandaag rijden en ik ga jullie vertellen wat ik allemaal aan het oefenen ben. Want we gaan best wel goed. De wedstrijden gingen heel erg goed. Nu door corona mogen ze even niet doorgaan. Maar ik denk dat het, de paardenwedstrijden snel alweer doorgaan. Want paardrijden, je bent natuurlijk alleen maar buiten. En je hebt altijd al 1,5 meter afstand als je gewoon goed oplet. Kom je nooit echt in de buurt van andere mensen. Hey George, wat moet je? Hallo! Nee. Oh, hij nam bijna een hap uit het scherm. Maar ik ga jullie even vertellen wat ik allemaal met hem aan het oefenen ben. Ik ga jullie ook laten zien hoe ik met hem rij. En George, gaan we een leuke dag van maken? Ja, gaan we een leuke dag van maken. Hè? Gezellig met jou. Oké, ik moet binnenkort echt weer mijn kasten opruimen. Het is zo erg. Ik zou eigenlijk met een soort opruimcoach moeten werken. Die gewoon leert hoe hou je dingen netjes. Want ik kan op zich wel iets helemaal opruimen wat het super netjes is. Alleen dan gewoon binnen een week is het weer één grote rotzooi. En dat is in mijn kasten hier. In mijn normale auto, in mijn vrachtwagen en in mijn huis. En ik word er soms helemaal gek van, want ik kan nooit iets vinden. Ik laat even zien, het is te erg. Ik doe ze altijd dicht, want ik ben echt kapot voor schaam. Maar echt gewoon alles hangt hier door elkaar. Dekens, allemaal dingen. We hebben echt een opruimcoach nodig. Want dit is nog veel erger. Hier ga ik. Ik snap ook gewoon niet. Vuile zakken. Alles. Oh, kijk. Een fan heeft een prijs gewonnen. En die krijgt een armbandje van George. En dit is het haar van Yves. We gaan het door elkaar weven. En ik ga zelf ook een armband maken en een ring. En het lijkt me echt super mooi en super vet. Maar goed, dit ligt even nog in mijn kast, want ze moeten het komen ophalen. Ik durf het niet te versturen. Straks is het haar weg en ik heb best wel een groot stuk moeten afknippen. En ja, voor de rest, er liggen ook gewoon dozen in. Alles ligt gewoon door elkaar. Zomerbroekjes, schoenen, lege flesjes. Ik moet het echt even netter maken. Laarzen heb ik al aan, beenkappen liggen al daar. Hoofdstel heb ik al daar. Even kijken hoor. Oké, als jullie tips hebben, hoe hou je dingen netjes, help me. Dit zadel hebben we nodig, dat is mijn zadel. Die vind ik heel cool met die glittertjes. Oké, leggen we dit alvast even allemaal klaar en dan gaan we George pakken. Oké, jongens, dit is weer typisch George. Die heeft weer gewoon eventjes een touw in zijn mond en dan krijg je er dus niet meer uit. En ik heb zoals met een borstel 20 minuten gestaan en ik zei laat los, laat los. En hij liep niet los. Laat los. Geef de touw. Hij heeft ook wat met dekens gedaan. Dan laat hij gewoon niet meer los. Maar je kan trekken wat je wil. Je kan er wel lieve kusjes op zijn neus geven zonder dat hij je wang bijt. Oké, los. Chill, het ging lekker snel. Oké, borstels. Ik ga even borstels pakken, Droppie. Op fotoshoots is hij altijd super mooi, super wit. Maar dit is een beetje hoe hij de gemiddelde dag eruit ziet. In een poep gerold. Altijd vies. En je moet het ook maar bij een wit paard gewoon opgeven, anders word je helemaal gek. Straks in de winter is het wel lekker handig, want dan heeft hij een deken op met een hals. En dan blijft hij wat schoner. Maar dat is nu nog niet echt het geval. Zo, George. Oh, zoals hier is die hele kont ook helemaal vies. En we hadden dus laatst een fotoshoot en ik laat nu even deze foto zien.
Ik vind hem zo mooi. Ik vind het echt een soort prinsessenfoto. En we hadden er nog eentje gemaakt. Dat is namelijk deze. Die laat ik nu zien. En die vind ik ook heel cool. Heel benieuwd. Laat in de comments weten. Roze of zwart? Ja, George. Ben je lekker aan het eten? Oké, pak een borstel. Kijk, dit is ook zo'n borstel die helemaal kapot heeft gekauwd. Omdat hij dat ook lekker vindt om mee te spelen. Dit is echt George's lievelingsspel. Ik weet niet waarvoor hij dit zo lekker vindt, maar hij vindt het helemaal geweldig om te doen. Je weet echt niet van George. Oké, ja, nu moet ik dus eigenlijk gewoon Bix hebben om het uit zijn mond te krijgen. Hij heeft hem losgelaten. Oké, jongens, ik ga George nu even snel poetsen. En dan ga ik daarna rijden. En dan ga ik alles vertellen en laten zien wat ik nu aan het oefenen ben. Ja, het gaat echt heel goed. Wat zit je nou met eten? Oké, George heeft dus een beetje een raar dingetje. Als ik het samen op met hem aanzingel, dan lijkt het alsof hij helemaal strak zit. En dan kom je hier en dan kan er nog gewoon een gat bij. Dus George heeft een truc dat hij, zodra ik opzadel, zijn buik uitzet. Het is best slim. En dan zet hij hem helemaal uit en doe ik hem vast. En dan denk ik, oh, hij zit op zijn strakst. Maar ondertussen kan hij nog gewoon strakker. Ja, dat is een slimme truc voor jou. Niet over het krukje. Ik stap altijd met het krukje op. Ik ben gewoon helemaal niet lenig. Ja, goed zo. Oké, kom. Oké, jongens, eigenlijk is het echt te erg. Ik kijk net in de spiegel en ik heb gewoon gepoetst en hij is nog steeds ranzig. Maar eigenlijk, als je dus een zwart paard of een bruin paard hebt, die liggen in dezelfde stront en zien er eigenlijk hetzelfde uit. Maar je ziet het niet, omdat ze donker zijn. Maar bij een schimmel valt het op. En eigenlijk kan ik echt niet zo filmen, maar ik vind het ook wel een beetje realistisch. Omdat George 9 van de 10 dagen er dus zo uitziet. Dus dan zien jullie dat het bij mij ook niet altijd schoon is en ook niet altijd netjes. Kijk, weet je, het ziet er niet echt mooi uit. Maar ik vind het ook gewoon belangrijk dat een paard lekker paard kan zijn. Dat het niet altijd schoon hoeft te zijn. En dat het soms ook gewoon natuurlijk echt gaat. Wat ben je aan het trainen? Hoe ben je aan het trainen? Wat probeer je te verbeteren? En ja, kijk, het is natuurlijk hartstikke mooi als hij er altijd prachtig uitziet. Maar dat is natuurlijk niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is natuurlijk gewoon dat hij gelukkig is. En dat het trainen goed gaat. Dat hij blij is tijdens het trainen. Dus vandaar dacht ik, ik laat hem gewoon vandaag een keertje lekker vies. Ik ga jullie uitleggen wat ik met George aan het trainen ben. Nou, zoals je ziet ben ik nu aan het instappen. En het is bij George echt ontzettend moeilijk, net als bij Vito, om zijn nek helemaal lang en laag te krijgen. Wat George heel snel doet, is dat hij zich heel erg opkrult en dan doet hij dus dit. En dat is heel slecht. Dit doet hij eigenlijk automatisch en dat wil je niet. Dan doet hij het liefst nog gewoon zijn kin op de borst en dat wil je dus voorkomen. Dus wat ik probeer is dat hij helemaal het liefst met zijn neus over de grond gaat. Dat gaat nog niet. En dat noem ik eigenlijk een soort stretch. En dat is voor een Spaans paard en een Fries ontzettend moeilijk. Dus dat is eigenlijk waar we altijd mee beginnen. En het gaat nu al veel beter. Ik heb hem nu een jaar, ja eigenlijk anderhalf jaar. En in het begin kon hij dat helemaal niet. Hij kon helemaal niet, ja, wat ik dus zo noemde, dat hij zijn hals stretchte. En eigenlijk stretcht hij dan in zijn hele lichaam. En in stap gaat het nu heel goed. En in draf is het nog ontzettend moeilijk. En zo stap ik dan in het begin gewoon lekker een beetje rond. Dat hij lekker een beetje warm wordt. In draf is het helemaal moeilijk om zijn neus over de grond te krijgen. Het liefst krult hij zich daar helemaal op. Ja, dus het is echt belangrijk dat hij je hand helemaal gaat volgen naar beneden. En George kent alle oefeningen al. Dus eigenlijk zou ik elke dag pirouettes met hem kunnen rijden, wissels kunnen rijden. Heel hoog van de grond draven. Dat kan niet zo mooi tijdens grote shows. Alleen, dat doe ik dus niet, want dan maak je ze niet beter mee. Wat ik thuis veel doe, is dus echt gewoon van dit lekkere stretchwerk. Dan wordt hij soepeler van en beter. Braaf. Wat ik dan doe, ik laat hem een beetje naar binnen kijken. En dan volgt hij mijn hand weer naar beneden. Goed, zo, Georgie. Lekker, hè? En dat is eigenlijk, hieruit bestaat onze warming-up. En wat ook goed werkt, is als je eventjes naar voren rijdt.
meestal gaat hij dan inderdaad weer, stretcht hij wat meer. Goed zo. Braaf. Nou, en als je dat een beetje gedaan hebt, dan kun je hem wel ietsje oppakken en je teugels ietsje korter. En wat ik doe de eerste paar rondjes, is gewoon lekker naar voren galopperen. Dat hij lekker zijn lichaam een beetje kan stretchen. Braaf. Gewoon nog niet te veel doen tijdens het losrijden. Gewoon lekker naar voren. Naar voren, naar voren. Braaf. En ik kijk alleen waar ik heen wil. Dus wat een hele goede tip is, ik ga bij de benen volt maken. Volt van 10 meter. Ietsje groter, 15 meter. En ik kijk naar het midden van de volte. Gewoon naar het midden van de volte, naar het midden van de volte. En dan draait hij al de volte. Dus ik doe het nog een keer. Je kijkt gewoon naar het stipje. Je maakt een stipje in het midden van de volte. En dan gaat hij al, want hij voelt dat je kijkt. Goed zo. En dan ga je uit de volte en dan geef je weer een beetje gas. Braaf. En dan ga je langs zijn even wat harder naar voren. Oei. En weer wat terug. En als je dit op een gegeven moment wat moeilijker wilt maken, ga je gewoon de sprongen tellen als je hier goed in wordt. Dus dan ga je zeg maar tussen H en E naar voren. En bij E zet je hem weer terug. Dan ga je dat echt tussen de letters doen. En uiteindelijk kun je zelf de galopsprongen tellen. Bij A weer een voltetje. Kijk naar het midden. Je maakt gewoon een punt in het midden van je volte. En dan draai je eromheen. Hoppatee. Goed zo, George. En slangenvoltes in galop. En dan ga ik dus op de AC-lijn in stap. En dan ga ik dus over in de andere galop. En op de AC-lijn weer in stap. En over in de andere galop. En zo leer je hem gewoon heel erg goed aan de benen helpen in welke galop die moet. En dat is later heel erg handig als je vliegende wisselen gaat maken. Goed hoor, George. Dus dat schakelen is echt ontzettend belangrijk. En dat doen we heel veel. En al die oefeningen van stap naar galop, dat is allemaal als voorbereiding voor die vliegende wissel die je uiteindelijk in hogere klasses moet gaan rijden. En die we nu gaan doen. Dus je moet zorgen dat hij iets langzamer galoppeert. Dat hij goed aan je been is. En leg je been achter. Hoepatee. En je maakt een wissel. Goed zo. En het liefst ook eigenlijk dan meteen een stap en een belonen. Dat moet je niet doen, want anders krijg je problemen. Omdat hij dan op wedstrijd ook denkt van, hey, dat gaat makkelijker. Maar je ziet wel dat hij helemaal blij en trots is dat hij de oefening goed gedaan heeft. Braaf. Dus je galoppeert eventjes iets door. Galoppeert iets langzaam en in stap. En dan kun je hem dan belonen. Goed gedaan, George. Zo, nou nu hebben jullie een beetje kunnen zien van de oefeningen die ik aan het doen ben. Nou, eigenlijk hebben jullie nu meer echt het losrijden gezien. Als laatste zag je een oefening, de vliegende wissel, die ik dus moet gaan doen in op wedstrijd. Vind je het nou leuk, rijvideo's met George? En wil je zien wat ik nog veel, ja, ik doe nog veel meer met hem. Wil je nou meekijken of wat ik uitleg geef? Zet het even onder in de reacties, want dan kunnen we het in een andere video gaan doen. Popcorn, het veulentje, komt binnenkort ook bij zijn nieuwe woonplaats, nieuwe postadres voor de komende 3 jaar. Daar gaan we ook een video over maken. Oh, en nog één heel leuk dingetje. Ik heb een vraag aan jullie. Misschien komt White Star 2 eraan. Het zou echt heel tof zijn. En ik ga weer het eerste stuk van het verhaal schrijven. Maar ik wil aan jullie vragen, White Star 2, waar zouden jullie het gaaf vinden dat het over gaat? Ik heb misschien een heel gaaf idee. George heeft een dochter. En die laat ik nu even in de video zien. Dit is de dochter van George. Echt gewoon, hij is de echte vader. En misschien lijkt het me gaaf om White Star deel 2 over de dochter van George te maken. Maar hebben jullie nou nog goede ideeën? Zet het even onder in de reacties. Want ja, ik heb er super veel aan als jullie goede inspiratie hebben of goede ideeën. Nou, dan ga ik nu George even uitstappen. Hij heeft het heel goed gedaan. Dus ik wil tegen jullie zeggen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren. En tot volgende week. Goed gedaan, George.